Hoi, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik een flip-through met jullie doen. Deze keer met het boek Animal Mosaic Color by Number. Dit is een kleurboek van Sunlife Drawing. Dit boek bestaat eigenlijk al wat langer. Alleen, ze hebben hem opnieuw uitgebracht. En ditmaal in de Black Background variant. Ik heb bewust voor de Black Background variant gekozen. Omdat deze zwarte lijntjes die je hier ziet lopen, die zijn dus dicht. De eerste variant die ze hebben uitgebracht, hebben ook die lijntjes. Maar dan zit er wit tussen de lijntjes. En op het moment dat je dan uitschiet, dan zie je dat zeg maar daartussenin. En deze is dus helemaal dicht. En dat vind ik gewoon super prettig. Dus ik heb deze gekocht en hij is gisteravond binnengekomen. En ik heb nu al een plaat gekleurd. Normaal ben ik nooit zo heel snel met kleuren. Het was gisteravond ook best wel laat en ik dacht, nou, ik maak even een beginnetje in dit boek. En uiteindelijk heb ik dus gewoon de hele plaat afgekleurd, omdat ik het gewoon zo leuk vond. Daar gaan we zo even naar kijken. Dit is trouwens de achterkant. Dit is gewoon het kleurpalet wat je gewend bent van hun. Het is altijd exact hetzelfde qua nummering, qua de kleuren die erbij horen. Dus dat is in principe gewoon allemaal hetzelfde gebleven. Nou, de intro is ook helemaal zwart. Dat is volgens mij in dat andere boek niet. Of de eerst uitgebrachte druk, zeg maar. Nou, en dit is de plaat die ik gekleurd heb. Het is zo leuk. De vakjes zijn best wel groot. Het zijn echt hele prettige platen om te kleuren. Ik kan het wel even laten zien. Het zijn hele fijne vakjes om te kleuren. En ik heb dit met een uurtje gekleurd, denk ik. Dus het is echt gisteravond 1 uur geworden. Normaal wil ik rond 12 uur wel in bed liggen. Maar ik vond het gewoon zo leuk. Dus ik ben gewoon lekker door gaan kleuren. Nou, en zo ziet een lege plaat dan eruit. Bij sommige platen kun je al een beetje zien wat het wordt. Bij sommige is het wat moeilijker te zien. En wat prettig is aan deze boeken is dat het enkelzijdig is gedrukt. Je kan zien dat de achterkant zwart is. Dus je kan ook eventueel met alcoholmarkers of met markers kleuren die doordrukken. Want dat zie je gelukkig niet. Wel zou ik altijd gewoon even een blaadje ertussen doen achter je pagina. Zodat je zeker weet dat het niet doordrukt op de volgende. Nou, deze plaat die zie je al gelijk. Dat is de plaat van de voorkant. Dat is deze. Dus die wordt heel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe die is om te kleuren. Ja, het zijn hele fijne vakjes. En zeker als je al gek bent op hun stained glass boeken. Zoals de veeën, de muis of de heksen variant. Dan weet ik zeker dat je deze ook heel erg leuk vindt. Ik ben in ieder geval heel erg fan. En juist omdat het niet zo super gedetailleerd is, is het heel fijn als je even 's avonds een uurtje wil kleuren, gewoon even lekker op je gemakkie, dan zijn deze gewoon echt ontzettend fijn om te kleuren. En dit wordt volgens mij een giraf als ik het zo zie. En ik heb ook gezien dat ongeveer de helft is zeg maar recht gedrukt. Dus dan is de plaat echt rechtop gemaakt. En de andere helft is dus liggend. En dat is precies wat hier dus gebeurt. Dan gaat hij dus liggend verder. En volgens mij geldt dat voor alle platen die nu hierna komen. Dat is een egeltje met een mandje. Ik vind het wel leuk dat je die afwisseling hebt. Dat je dus rechtopstaande platen hebt, maar ook gewoon platen hebt die dus liggend zijn. Kan toch een heel ander effect geven aan je kleurplaat. Dat is een kat. Ik heb nu al gewoon weer zin om een nieuwe plaat te kleuren in dit boek. Het is gewoon zo ontspannen. Ik ben echt enthousiast over deze boeken. Ik zeg boeken omdat ik er eigenlijk 2 in mijn winkelmandje had liggen. Deze en de Travel Mosaic. Het is eigenlijk een soort gelijk boek, maar dan krijg je allerlei steden en landen volgens mij. En ik dacht, ik bestelde eerst even 1 om te kijken wat ik ervan vind. Maar ik ben echt verkocht. Ik vind het zo leuk. Oh, dit is hem alweer.
Dus ik ga zeker dit boek gewoon even lekker uitkleuren. En als ik deze uit heb, ga ik sowieso ook de Travel Mosaic kopen. Ze hebben van deze ook nog kerstmisboeken, ook met de black background. Dus dat lijkt me zeker een aanrader. Ik ben heel benieuwd wat jullie van dit boek vonden. Misschien hebben jullie ook wel de Travel Mosaic of hebben jullie zelfs de voorganger van deze zonder de black background. Wat vinden jullie van dit verschil? Misschien vind jij juist zonder de black background fijner of vind je juist dit fijner? Laat even weten onder in de comments. Ben ik super benieuwd naar. Vergeet ook niet om te abonneren op mijn kanaal als je geen enkel filmpje van mij wil missen. En vergeet ook niet om een duimpje omhoog te doen. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende video. Doei doei!